joh, gasten, de King 77NL hier met Black Ops 3 gameplay. Dat was vorige week woensdag, was ik op een DLC VIP event in Londen. Dat heb je al kunnen zien op mijn hoofdkanaal, de vlog. Je ziet die gameplay op Skyjack. Dat is eigenlijk gewoon van Black Ops 2 hijacked. Alleen dan is het in de lucht in plaats van dat het op een boot op de zee is. En je ziet me hier even tekeer gaan met elkaar en ik ging niet eens heel goed. Ik was hier samen met Rob, Lucky Graaf, je kent wel, en Raoul FC Roelie. Dat zijn FIFA commentators die mee waren als Call of Duty commentators. Wat wel eigenlijk goed is dat Activision ook denkt aan, nou, laten we ons publiek verbreden. Laten we ook gewoon het publiek van FIFA gek maken met Call of Duty. Of in ieder geval enthousiast maken voor Call of Duty. En het is natuurlijk eigenlijk het beste om te doen bij een release party. En de DLC komt morgen uit, de tweede. En er zitten onder andere ook zombies in, wat ik pas morgen kan en mag laten zien. En dit is trouwens de map Splash die je nu ziet. Dat is een glijbanenpark die er echt heel leuk uitziet, moet ik zeggen. Skyjack trouwens, niet zo gezegd net, is op zich gewoon heel leuk. Net als Hijjack, was een van mijn favoriete maps op Black Ops 2. Niks mis mee, gewoon leuk. En deze map is dat niet echt. Ik vind dit er heel vet uitzien. Het is ook vet met die glijbanen en zo. Maar de map is gewoon te complex, te verticaal. Je wordt van alle kanten besprongen. En eigenlijk een beetje hetzelfde probleem wat al meerdere maps hebben in Black Ops 3. Waar ik ook met LEA off record over gesproken heb. Wat hij ook een beetje vindt. Het is gewoon het probleem is de verticaliteit van de maps. Waardoor je gewoon niet weet waar je moet kijken. Van alle kanten gekild wordt. Wat hier ook net gebeurde trouwens. Ik spawnde. Gauntlet, dat is een andere map. Gauntlet is een redelijke map. Hij is zeker niet slecht. Hij ziet er ook wel best grappig uit met die sneeuw en zo. Je hebt een ander gebied. Dat is een oerwoud gebied aan de andere kant van de map. Een van de spawns. Daar komen ook battles. Dit is Hardpoint. Er is ook af en toe de spawn gewoon. Het probleem is wel bij deze map dat hij vrij groot is. Ik denk dat hij voor Ground War zeker oké is. Zeker meer dan oké. Je ziet ik trouwens op het DLC event gewoon wisselen van wapen. Ik speelde niet met een Faro. Dat was een beetje aan het variëren. Ik ging ook niet eens heel goed, maar dat heb ik op mijn vlog heb je dat gezien. Ik speelde met een kapotte controller en zei er niet veel van totdat Rob ging zitten. En die kon niet eens spelen. Die was er meteen klaar mee. Ik heb ermee leren omgaan. Mijn controller ging om de 30, 40 seconden ineens omhoog aimen. En dit is trouwens het oerwoudgebied wat je ziet. En het was best wel lastig spelen, maar ik had gezien om van plek te wisselen. Ik zat lekker bij het raam daar. Ik vond het gewoon een lekker plekje. Dus ik denk, ik blijf gewoon lekker zitten. Deze map is dus zeker niet slecht. Het is, hij is alleen iets te groot, vind ik. Maar hij is wel leuk om te spelen. Kan dat? Zeker. Alleen hij is dus, wat ik vind, iets te groot. Zoals je weet, ik hou van kleine maps. Dus dan is het nadeel als je er een map hebt die wat groter is. Die vind ik dan leuker op Ground War. Maar met Ground War krijg je weer Safeguard. En ik wil gewoon lekker Ground War Domination of Kill Confirm spelen. Het liefst gewoon Domination. En het is lastig op Black Ops 3. Omdat je ook elke keer zit met Team Deathmatch. En met dat achterlijke Safeguard. Wat ik echt niet leuk vind. Nu dan. Een hele gameplay krijg je nu te zien. In ieder geval een ronde. Want het was twee rondes. We gingen hier lekker. Ik was hier tegen Rob. En ik was hier met Raoul. Dat zie je ook aan de clan text staan. Dat zie je niet. Want dat zie je zo meteen bij de clan text. Als ik de scoreboard laat zien. Deze map vind ik verreweg. En niet dat ik goed ging, want ik ging meerdere potjes wel redelijk. Maar omdat ik gewoon... Hij is klein, hij is leuk, hij is simpel. Gewoon A en C heb je, B in het midden. Hij is het minst, denk ik, qua headless spots, het minst problematiek om te spelen. Ik vind deze map het leukst van de hele DLC. Samen met Skyjack, maar het is natuurlijk gewoon Hijjack. Het is gewoon een remake, dus die kan je eigenlijk niet beoordelen. En die is gewoon heel leuk, want Hijjack was ook wel heel vet. Je ziet hier de clan text. Ik was hier bij Roelie FCR en ik was tegen Rob. En... Rob een beetje pech, want we waren hier een beter team. Zo ging het eigenlijk omnoemen. Het was leuk. Je zat al op een vaste plek. Denk je, nou, als ik hier zit, dan ben ik altijd bij elkaar. Maar dat ging niet zo. Ze gooiden het elke keer door elkaar. Dus ik was wel bijna altijd bij Roel, dat wel. Bij Raoul. En bij Rob was ik meestal tegen Rob. En dat is wel handig, want hij is een FIFA-commentator. En hij ging eigenlijk, ik moet eerlijk zijn, hij ging één potje ook echt heel goed. Dat ik niet overdrijven. Hij ging zeker niet slecht. En we gingen allemaal eigenlijk niet heel goed. Het is gewoon lastig op een DLC. Vindt niemand kent de map. Zie je hier maar een beetje rondrennen. Ga ik de vlag pakken, ja of nee? Ik pak hem dan toch maar. En de maps zijn dus. Wat ik vind bij Treyarch is wel dat als de DLC maps, ook bij Black Ops 1 en ook bij Black Ops 2, zijn leuk. En als je kijkt naar de MW games, om het zo maar even te noemen, de oudere Call of Duty's, dan vond ik altijd juist de map packs niet super leuk. En speel ik liever gewoon bij MW3, hebben ze ook altijd uitgeschakeld. Helemaal nu, omdat je natuurlijk gewoon wat lag hebt als je tegen buitenlanders speelt. Ik bedoel die ver weg zijn, zoals Amerikanen, Canadezen, Nieuw-Zeeland. Dat krijg je allemaal tegen bij MW3, omdat er minder mensen spelen. En normaal is die filter zeg maar meer open in plaats dat je alleen maar Benelux krijgt. Of in ieder geval Duitsland, Frankrijk krijg je gewoon mensen die ver weg wonen. Dan wil je gewoon meer lag hebben. En dat heb je dus niet bij, bij de DLC van Treyarch. Op een of andere manier spelen die wel graag. En het is raar. En het is nu alweer duidelijk bij de eerste DLC. Hè, je hebt dan een Splash is te complex. Oké. Okay. Gauntlet is vooral Ground War goed speelbaar. Skyjack is gewoon een vette remake. En Rise, deze map die je nu ziet, is denk ik gewoon
na Combine denk ik dat het een van mijn favoriete maps zou kunnen worden. Het is natuurlijk even afwachten. Die speelt lokaal op een LAN. En het is ook heel anders als je online gaat. En mensen, je zag net dat er eentje aan het snipen was. Maar die gaan continu snipen of gaan campen. En die vindt altijd wel campspots natuurlijk. Je ziet wel dat er wel wat in de gebouwen weer wat apparatuur staat. En wat auto's en heftrucks en zo. Waardoor je gewoon natuurlijk wel hier ook zie op een spawn gewoon campspots hebt. Maar dat heb je altijd. Dat ontkom je natuurlijk ook gewoon niet aan. Dan moet een map zoals Wasteland MW2 helemaal open zijn. En dat doe je natuurlijk ook sowieso niet. Volgens mij ga ik nu hier zitten campen. Dan laat ik het ook eens best zien. Voor mij is dat zo meteen. Omdat ik veel zie van. Nee, het is niet dit potje. Ik haal op een potje. Op een gegeven moment haal ik ook mijn raid en zo. Dan ben ik gewoon echt gewoon letterlijk zitten campen. Tot mijn UAV en mijn assist en zo haal ik mijn raid. Dat is ook een tactiek om gewoon je killstreak te halen. Dat doe ik hier dus niet. Ik dacht dat dit potje was voor mij. Ik had verder de game niet bekeken. Ik wist alleen. Oké, dit was die eerste ronde toen. Oh ja, dat was wel redelijk. Dus die kan ik wel gebruiken voor de commentary uiteindelijk. Met mijn Q-dag gewoon. Ziet ik elk potje pak ik eigenlijk een ander wapen. En ook andere specialisten. Ik speel op een gegeven moment gewoon het liefst met PO. Hè? Met je gewoon dat je dus je killstick sneller krijgt. Die verdubbelaar, om het zo maar te zeggen. En dit is de Annihilator die ik eigenlijk niet zo lekker vind. Ik faal ook altijd met het ding. Terwijl het ding is voor mijn gevoel OP. Ik word echt zo vaak gekild. Van echt duels die je denkt van nou die win ik zeker. Die verlies je dan met je Annihilator. En, of ik bedoel tegen een Annihilator. En ik zelf met die Annihilator, ik kan er niks mee. Dus het zal gewoon skill zijn. Ik ben er gewoon faalend mee. Ik had er wel een paar kills mee op een gegeven moment. Ik speel liever met de Sparrow, met de boog. Maar ik speel liever helemaal niet met specialists. Ik vind specialists sowieso niet chill om in de game te hebben. Maar ja, echte specialists zoals MW Games. Maar niet de specialists van Black Ops 3. Dat is voor mij een faal. En dat gewoon compleet uit de game moet worden gelaten. En ik had liever gewoon lekker specialists, echt specialists toegevoegd gezien. En dat je lekker voor een nuclear kan gaan die ook af kan gaan. En dat je dan lekker gewoon, het is toch een 30 gun streak. En dat je lekker met specialist kan halen. Alle perks lekker en zo. Ik mis dat wel compleet in de game. Nog steeds. Vooral qua YouTube. Om gewoon lekker, zoals 1v3, van MOF te gaan. Is dat wat lastiger aan Black Ops 3. Waardoor jullie ook gewoon weinig Black Ops 3 gameplay zien de laatste tijd. Maar dat komt ook omdat ik gewoon heel weinig game. Want ik was hier nu op de DLC event aan het spelen. En dan heb je het weer toch alweer enthousiast. Want ik heb toch wel zin in de game. Ik heb ook zin gewoon om straks DLC te gaan spelen. Ik ga toch weer. Kijk, dit is dit. What the fuck? Nou, ik had het maar dadelijk. Maar als je uiteindelijk weer gewoon gaat spelen, dan heb je gewoon ook zin om gewoon lekker Black Ops 3 te gaan spelen. En ik heb gewoon weinig tijd om te gamen. Ark op die server, wat ik echt het leukst vind om te spelen nu, heb ik bijvoorbeeld al twee weken niet aangeraakt. Ik heb helemaal niet kunnen gamen. Mede door King Alert natuurlijk. Ik heb gewoon helemaal geen tijd. En met mijn gezin, ik ben al een weekend weg geweest nu. Ik ben een heel weekend weg. Ik was in Engeland vorige woensdag. Dan gaat het natuurlijk heel hard. Dan heb je amper tijd te gamen. Maar dan ben je op zo'n event hier in Londen en dan ben je aan het gamen. En dan ben je echt alweer geenthousiasmeerd om gewoon lekker weer wat meer COD te gaan spelen. Maar niet uit welke COD, het liefst dan wel gewoon de nieuwste Black Ops 3. Vooral omdat ik het DLC nu krijg, is het alweer even leuk om te gaan spelen sowieso. Met een groepje. Op de PlayStation 4 natuurlijk, want een maand later komt pas de Xbox One versie van de DLC. Die Awakening. En ik moet ook zeggen, wat vooral vet was, ik heb ook even gespeeld. Kan ik morgen pas laten zien. Het is zombies. Zombies heb ik even gedaan. En dat blijft, dat is, die nieuwe zombies, die sfeer is echt fucking vet. En het is echt gewoon dat Duitse sfeertje weer helemaal. Ik vond het echt, oh dit was trouwens wel een goede streak die ik heb. Het was gewoon motherfucking baas om te spelen. En dat ga ik misschien ook wel weer uploaden, gewoon een beetje zombies. En moeten kijken wat ik met de multiplayer, hoe vaak ik het nog ga uploaden. Maar ik moet gewoon meer met mijn gaming kanaal weer doen. Want het ligt nu een beetje stil, mede natuurlijk gewoon door, ja toch gewoon de drukte die ik heb. En, maar gewoon, ik adviseer je, als jij gewoon denkt, moet ik de DLC halen? De Treyarch Games, daar kan je gewoon vanop aan. Hier trouwens de Final Kill Cam, half jump shield. Yes, zonder schuf! Ik adviseer gewoon, de DLC van Treyarch Games zijn altijd het waard om te halen. Op een of andere manier. Het is gewoon leuk. Vooral deze map Rise. Skyjacked vet. Die andere maps, moi, niet super, maar dat kan ook niet altijd. Maar je hebt wel zombies nog erbij. En een 10e specialist, geloof ik. Is ook in de DLC. Een extra specialist die unlocked wordt. Nou. Thanks for watching, likes voor meer Call of Duty op de King 77L. Alleen op mijn tweede kanaal, Mr. King 77. Bye bye.